Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG, blijft gevallen krijgen van dengue. Het ministerie van Volksgezondheid heeft in een persbericht laten weten dat de dengue-gevallen aan het stijgen zijn. BOG-directeur Rajesh Ohri bevestigt tegenover onze redactie de toename van het aantal gevallen. De BOG-directeur kan nog geen details geven over de landelijke cijfers, maar voor nu zijn de meeste gevallen gerapporteerd in Paramaribo Noord. Dus als we kijken naar de meldingen die we binnen hebben gekregen, of we vergelijken december met januari, zien we dat in januari we al 2 maal zoveel meldingen hebben. De laatste meldingen zijn van Paramaribo Noord en Quetta. Maar we hebben al meldingen gehad, ook van andere districten, zelfs van Para en Brokopondo, dat er dingen meldingen zijn geweest. Hoe denkt u dat het komt, dat het door de regen komt en dat er water is blijven zitten? We hebben niet te maken met een kleine regentijd. En de meeste outbreaks die we hebben gehad, zijn in de kleine regentijd geweest. En er is genoeg water, schoon water. En als er waterhoudende voorwerpen zijn, dan ga je muskieten hebben die gaan broeden. En ook de dingen muskieten die gaat uitbroeden. Ohri geeft verder aan dat het wel eens is voorgekomen dat personen dubbel besmet raken, zowel met dengue als griep of dengue met COVID-19. Het hangt helemaal van de weerstand van de desbetreffende persoon af, zegt Ohri. Je moet bij griep, COVID is Mohana, en bij dengue moeten we de broedplaatsen gaan opruimen. Bepaalde, er zijn niet, griep is meer person to person, dus is een ander beleid, en, maar dengue heeft te maken met vectoren, met muskieten. We moeten voorkomen dat er zo, moeten we ervoor zorgen dat er weinig vectoren zijn, wat gaat maken dat we minder besmettingen gaan hebben. Denkt u dat er een muggenplaag opkomstig of al aanwezig is? We hebben bepaalde 2 of 3 meldingen gehad van muggenplaag in bepaalde buurten. Dat het landelijk zo is, dat die indicatie hebben we nog niet. Maar met de regens kan je van alles verwachten. Wat gaat dan nu gebeuren vanuit BOG? Want ik weet, een paar jaar terug, dan gingen jullie in verschillende buurten. Iedereen moest zijn huis openzetten. En dan gingen jullie met een grote truck langs om te spuiten. Wat is nu de stap vanuit het BOG om nu dengue de kop in te drukken? Dus primair is de samenleving oproepen om alle broedplaatsen op te ruimen. Wat wij doen, alle meldingen die we krijgen, worden dan, er wordt inspectie gedaan. En die nodig wordt er lokaal, soms misschien een beetje ruimer, gespoten. Maar met die dengue-wagen, dat hebben we nog niet echt gedaan. Maar als die nodig is, gaan we dat ook moeten doen. Ohri verzekert dat mocht Suriname te maken krijgen van een grote uitbraak, de dengue-wagen weer zal worden ingezet. Maar de samenleving moet voor nu alle waterhoudende voorwerpen afdekken en voor de zekerheid onder.